Yo, daar zijn we dan. We zijn weer live. Joppe die zegt al, bro, iedereen is jarig. Er zijn echt 10 mensen in de chat die zeggen dat ze jarig zijn. Misschien dat één iemand jarig is. Maar ik kan ook niet geloven dat iedereen jarig is. Maar welkom allemaal. Leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe stream. Vandaag gaan we minigames en maps testen van kijkers. Gaan we samen met jullie spelen. Jullie kunnen ook joinen. Dus het wordt gewoon een leuke Brawl Star video. Weer een keertje een minigame video. Want dat is echt al een tijdje geleden dat ik dit op deze manier live heb gedaan. Ik heb natuurlijk wel af en toe minigames met clubgenoten. Maar dat ik zo live speel met kijkers, dat is gewoon een tijd geleden. Dus hé, het mocht wel weer een keertje. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Daarnaast doen we nog iets leuks. Ik zal het even aan jullie vragen in de community. Van bij de 750 likes gaan we iets leuks doen. Dan kan ik of een mooie map maken en indienen. Dat houdt in dat we een map gaan maken. En dan gaan we kijken of hij heel misschien map van de dag kan worden. Dan kunnen jullie eventueel meedenken met de map die ik dan ga maken. We kunnen ook een minigame map maken. Dat is ook een optie. Of helemaal niks doen, dat heb ik er ook tussen staan. Maar jullie kunnen dus stemmen. Wat moet ik gaan doen bij de 750 likes? En dat kunnen we dan zo meteen gaan doen. Maar het idee van deze livestream, ik zal het eventjes aan jullie gaan zeggen. Jullie laten zeg maar jullie map of jullie code achter in de chat, waardoor ik kan joinen. Je kan altijd een teamcode creëren, drukken. En die code moet je dan sturen in de chat. Ik join af en toe een code en dan ga ik kijken hoe die map eruit ziet van jou. En dan kan ik eventueel ook met andere kijkers spelen. En jullie kunnen ook met dezelfde code die ik invul ook joinen. En dan kan je ook misschien meedoen met de minigame. Dus we gaan samen gewoon minigames testen, maps testen. Het gaat sowieso leuk worden. En ik zie hier al een code, dus ik ga hem meteen eventjes invullen. Dan ben ik benieuwd wat voor map dit is. Of het een minigame is of iets anders. We komen erachter. Moet ik even een P4... En dan, als het goed is, een S en een Y. En ja, we zijn met Thijs 2. Thijs 2, oh, we zijn met z'n tweeën. Dus dit is een parcours voor Joran. Oké, ik ben heel benieuwd. Zou dit een Dynamite parcours zijn? Of ik heb eigenlijk geen idee. Kunnen we zo meteen even testen. Dus dit is de eerste map die ik nu heb gejoind. Nu hoeven jullie even geen codes in de chat achter te laten. Ik doe gewoon een minigame en dan join ik weer een nieuwe iemand. Dus om de hele tijd de code te spammen, dat is misschien ook niet nodig. Nee. Maar wat is het idee, Thijs? Ik ben benieuwd. Welke knokker moet ik wezen? We kunnen even kijken naar de map. We kunnen omhoog jumpen. Oh, dan ben je daar opgesloten. Je hebt teleports. En ja, je moet uiteindelijk, denk ik, bij de rode teleport komen. Of nee, nou, ik weet niet precies waar je terecht moet komen. Misschien dat Thijs dat gaat uitleggen. Yo, ik wil ook meedoen. Ja, dan moeten we zo meteen even iemand hebben die meer dan 2 plekjes open heeft staan. Ja, want in principe met minigames, het leuke is wel dat er in totaal 10 kunnen joinen. Dus de kans dat je mee kan doen is veel groter in deze livestream dan natuurlijk normaal. Zo, Thijs is wel langer aan het typen. Doe dit vaker, zegt 8. Ja, als jullie dit vaker willen zien. Ik kan niet beloven dat ik dit elke week ga doen. Maar zo nu dan is wel leuk. Trouwens, ik ben benieuwd. Wat vinden jullie van de shorts die ik de laatste tijd maak? Want ik ben gewoon de laatste tijd bezig met shorts aan het uploaden. En ik ben benieuwd. Vinden jullie het leuk? Of denken jullie, ik vind de langere video's leuker. Het kan ook zijn dat je ze allebei leuk vindt natuurlijk. Het kan allemaal. Het is het Dyna parcours. En ik heb een voorstel. Als je het haalt, dan ben je goed. En als je het niet haalt, dan wil ik je als vriend. Oh, dit is slim. Dit is slim. Dit is slim. Dan zal ik even Dyna. Ik ga de uitdaging aan. Als ik het nu haal, dan ben ik goed. Als ik het niet haal, dan voeg ik jou toe als vriend, Thijs. Dan doen we het op die manier. Dan doen we dat. Ik zal even een duimpje omhoog doen. Waar is de finish? Dan ben ik benieuwd. Want ik wil natuurlijk wel even kijken waar ik dan naartoe moet gaan. Want waar kan ik uiteindelijk terechtkomen? Want ja, ik weet niet zo goed. Want je kan natuurlijk sowieso over die muurtjes heen gaan. En ja, we moeten even afwachten wat de finish is. Dan gaan we ondertussen even kijken. Shorts zijn mega leuk. Oké, Tom, dankjewel. Dankjewel. Dus dat is goed om te zien. Beeldwazig. Superleuk, zegt Sen ook. Jurre die zegt ook leuk. Ja, dank jullie wel. Dat is goed om te horen dat jullie de shorts leuk vinden.
Leuke shorts. Oké, ja, ik ga de komende tijd sowieso door met shorts. Ik moet trouwens zeggen, voor inkomen hoef je het niet te doen, want je verdient er helemaal niks mee. Met lange video's verdien je ook niet extreem veel, maar het is in ieder geval iets meer. Het hangt vooral vanaf de aantal kijkers. Maar met een short verdien je 3 eurocent per 1000 views. Dus stel je hebt 100.000 kijkers op je short, dan heb je waarschijnlijk 3 euro verdiend. Ja. 3 euro voor 100.000 kijkers. Moet je nagaan hoeveel views je moet halen. Wil je een keertje bijvoorbeeld 100 euro verdienen. Dan moet je echt miljoenen. Ja, dat lukt niet in Nederland. Dat mag niet. Je mag niet over de muren aan de buitenkant. Je bent de beste. Oh, je mag niet over de muren in de buitenkant. Dus je moet via de muren in het midden. Oké. Dan moet je dus daar langs. Maar waar moet je dan uiteindelijk uitkomen? Wat is het doel? Want je kan natuurlijk daar naartoe jumpen naar het volgende plateau. Je hebt de gele teleport en je hebt daar nog een rode teleport. En die rode, die dan beland je boven. Maar waar is de finish? Dat wil ik weten. Als je de finish zegt, dan kunnen we starten. Zeg Su! Su! Nee, dan, als ik deze heb gehad, dan ga ik Su zeggen. We mogen dus niet over de muur aan de zijkant. Maar ik ben heel benieuwd. Want ik zie dat je hier een plasje water hebt. En ik ben heel benieuwd hoe dat zit. Bij die eerste jumps heb je dat. Thijs heeft het team verlaten. Bro! Dat zie je zo in het potje. No! Thijs 2! No! Arme Thijs! Hoe kan dit nou weer dat je het hebt verlaten? Dat zie je zo in het potje waar de finish is. Ah, oké. Oh, shit. Nou, we moeten weer verlaten. Oké. Thijs 2. No. No. Oké, Thijs 2. Ja, kan je misschien nog je code sturen? Want dan kunnen we het toch nog doen. Dat is wel jammer, hè, voor Thijs. Nou ja, oké. Nou, misschien dat we Thijs nog kunnen joinen. En we gaan nu iemand anders joinen. Ja, ik kan Thijs de comment nu echt niet meer terugvinden in de chat. Dat gaat echt niet meer lukken. Nee. Oké. Oh, jawel. Ik heb wel misschien wel weer gevonden. Ik vind het ook lullig, zeg maar, om nu niet meer mee te doen. Oh nee, dat was niet de bedoeling. Oh nee, dit was ook niet de bedoeling. Nee. We moeten even kijken. We moeten weer een nieuwe code invullen. 9P4SY. Geen team met deze code te vinden. Oh, ik heb een foutje gemaakt. SY. Controleer ongeldig code. Hoezo? XYH9. Ah, ik heb... Huh? Ik doe het nu helemaal verkeerd. P. Ik zit 2 codes door elkaar te kijken de hele tijd. Ja, dat wil het ook niet op die manier. Nou ja, ik weet het niet meer. Oké, nou, we gaan een nieuwe code zoeken. Oh, dit is echt shit. Oké. Ik heb er eentje gevonden. En dan gaan we meedoen met die code. Dan moeten hopelijk deze het wel doen. XY. KQ. En dan F. 2 AA. Ja hoor, we hebben er eentje gevonden. Feest of hongersnood. Oké, dan, meteen zit het vol. En meteen zit het vol. Henk de Potvis had dit gestuurd. Nou Henk de Potvis, dan ben ik benieuwd wat voor map jij hebt. Komt er nog een map? Of is dit is toch de... Is dit de gewone map? Dit is de gewone map. Maar misschien komt hij nog, hè? Dat zou kunnen, want hij is een bosjesman. Oké. Dit lijkt inderdaad al iets meer op een minigame. Het nadeel is dat Borre niet kan praten. Ja, kijk, hij zit mensen te kicken, maar dat lukt niet, jongen. Dat wil niet. Er gaan heel veel mensen ook weer snel joinen. Dus als ik jou was, zou ik dat gewoon laten. Oh, chat was weer even ingeschakeld. Chat is uitgeschakeld. Dat wil hij voor elkaar krijgen. Dat de chat is ingeschakeld. Of, huh? Het gaat de hele tijd in-uit, in-uit qua chat-uitschakelingen.
Hey! Ja, oké. We kunnen wel op deze manier praten. Hoi. Oh nee, nu kan er gechat worden. Oké, dan kan Barre het nu uitleggen. Dat scheelt weer. Trouwens, voor alle nieuwe kijkers, doe even dat duimpje omhoog. Ik zie dat de meeste stemmen zijn op een mooie map maken en indienen op dit moment. Dus bij de 750 likes ga ik een map maken. En denk Solo Showdown map. En dan gaan we ervoor zorgen dat we een super mooie map gaan maken. En dan ga ik die indienen. En met een beetje mazzel kunnen we dan misschien een keertje map van de dag worden. Dat is denk ik wel leuk. Dit is niet per se een minigame, maar je moet gewoon als laatste overblijven. Oké, dat is helemaal prima. Dus eigenlijk is dit gewoon een solo showdown. Ik doe wel even een duimpje omhoog. Oké, dus dan ga ik natuurlijk Bo wezen. Want Bo die kan mooi om zich heen kijken. En dat we sneller door de bosjes lopen. Dat is prima. Dus als laatste overblijven is eigenlijk gewoon... eigenlijk gewoon solo showdown. Maar dan met allemaal bosjes. Dus het is een soort van verstoppertje en solo showdown door elkaar. Joram, ik ga zo opa Bous kijken. BB Games, legend. Vind het nice, want opa Bous is wel een mooie aflevering, sowieso. Joram, leuk idee. Doe eens een video hoe je snel en zonder geld uit te geven een team kan krijgen in FIFA Mobile. Dat is misschien wel een leuk idee. Ik zal even een screenshotje maken en dan kan ik dat misschien als idee doen. Ik ga het niet beloven, maar misschien, hè. Je weet het natuurlijk maar nooit. Ja. Je weet het nooit. Oké, als iedereen even ready kan drukken, dan kunnen we gaan starten. Dat zou mooi zijn. Dat zou mooi zijn. Ik hou van de opa bouw, van je opa bouw serie. Ja, thanks. Ik hou er zelf ook van. Ik vind het zelf ook een leuke serie. Doe eens een FIFA Mobile stream. Kan ook, kan ook. Misschien volgende week. Ja, dat zijn altijd van die dingen, daar moet ik niet te veel beloven. In elke video geeft Joran geld uit. Oké, ik moet wel zeggen dat ik redelijk veel video's geld uitgeef. Niet elke video. Hoezo staat te zoeken naar spelers? Het is toch gewoon... Gewoon team. We waren al met 10. Zou die nu vastlopen? Dat zou wel echt shit zijn. Dan hebben we gewoon eindelijk een leuke minigame. En dan gewoon, bats, loopt die vast. Ga een keer Pet Simulator. Morgen. Morgen. Morgen komt hij online. Morgen komt hij online. Jensie boy, die zegt pay to play. Nou, het is eerder pay to win. Weet je, ik ben wel een beetje pay to win. Natuurlijk, Brawl Stars, ik kan het goed. En ik heb wel een voordeel bij dat ik mijn knokkers redelijk hoog heb. Maar ik heb het ook heel veel gespeeld. Kijk, ik had al mijn knokkers ook gewoon kracht level 10 of kracht level 11 gehad. Als ik zeg maar geen geld had uitgegeven. Maar nu heb ik heel veel gouden, zilveren skins erbij. Alle skins en zo, dat soort dingen. Maar het is Brawl Stars, vooral in het begin, als je heel snel vooruit wil gaan, dan is het pay to win. Als je gewoon een beetje geduld hebt, dan niet. Maar Brawl Stars loopt vast. Dus ik moet het spel even opnieuw opstarten. Sorry voor degene die ik net ben gejoind, maar ja, ik kan er niks aan doen, want het loopt gewoon helemaal vast. Oké, ja, daar zijn we weer. Oké, geen idee wat er gebeurde, maar nu kunnen we weer op ready drukken. Dus hopelijk gaat het nu wel goed. Op de een of andere manier liep hij helemaal vast net. Maar dan gaan we eens kijken of we kunnen winnen. Je scherm is wazig. Nou, dat komt denk ik door jouw eigen internet. Als jij mij wazig ziet, ja, dan komt dat hoogwaarschijnlijk door je internet. Want ik heb mijzelf eigenlijk... Of nee, ik heb zelf redelijk goed internet en ik kan mijn eigen scherm zien en dat ziet er niet heel wazig uit. God donders! Oké, in het midden hebben we allemaal kistjes. We hebben allemaal kistjes in het midden. Daar is een andere Bo. Oh, oh, oh. Oké, hier even oppassen. Oké, wat kunnen we doen? Ik ga even zorgen dat we hier even naar achteren gaan. Ik moet even uitkijken. Hier, ga weg, jongen. Ik ga even een schijnbeweging doen. Dan ga ik deze kant weer op. Oh, daar is die. Oké, nu ga ik ook het duel aan. Ja, nou, nog niet helemaal. Oh, daar is er weer eentje. En daar heb ik een hit gedaan. Zullen we gewoon de kistjes gaan openen? Ik zie namelijk niemand hier in het midden. Dus we gaan even kijken of we wat kunnen openen. Oh, ja hoor. 5 krachtpunten. Lekker, 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 lekker. Oké, 7 krachtpunten. Dus dat is nog lekkerder.
Er liggen nu wel mijnen, dus daar moeten we een beetje voor oppassen. Maar ze moeten nog meer voor mij oppassen, want ik ben supersonisch sterk. Lekker, man. Oké, wat gaan we doen? Ik moet wel uitkijken dat ik niet te hebberig word. Oké, dit is prima. We hebben 19 krachtpunten en we hebben het midden overleefd. Hoe lekker is dat? Ja. Oké, ik ga even hier via de zijkant. En dan kom ik hier nu. Ja, boem. Boem, 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 boem. Dat was nummer 1. Dan gaan we even hier kijken. Sorry, jongen. Oh, 21 krachtpunten. Het verbaasde me echt dat niemand voor die krachtpunten ging. Borre, jongen. Daar ga je. Ja, en dan is er nog één iemand over. Borre is trouwens de maker van de map. Ik vind het een leuke map, maar ik vind het nog leuker omdat ik even aan het winnen ben. Ik zal even deze energiedrank pakken. Ja, en waar is de laatste gebleven hier? Ga je nooit winnen. 3700 damage per kogel gewoon. Per kogel van Bo. Insane. Borre, bedankt voor het insturen. Ik vond het een leuke map, dus dikke shout-out naar jou, jongen. 21.000 trofeeën. Ja, doet lekker. Doet lekker. Maar ik ga wel verlaten, want we gaan natuurlijk weer even een nieuwe code joinen. Ik kan deze wegdoen. En laat even codes weten in de chat. En een van de codes ga ik joinen. En dan gaan we eens kijken wat voor map we gaan tegenkomen. Ik heb hier eentje gevonden. Ik zeg nog niet welke, want anders ben ik bang dat iedereen die gaat joinen. En dan ben ik misschien te laat. Dus dat wil ik niet. Als het goed is, is dit de code. Ja, we zijn Siebrig gejoind. Riemer Potter heet die. Dan ben ik benieuwd. Je hebt een race gemaakt. Oh, leuk. Oké, dus eerst bovenlangs die jump nemen. Ah, weet je wat? We gaan niet kijken. We gaan niet kijken. We gaan gewoon even afwachten en zeggen, kijken wat hij zegt. Maar dit is altijd leuk. Ik vind van die races altijd super leuk om te doen. Ik zal even een leuke reactie doen. Even een duimpje omhoog. Ik ben benieuwd. Riemer, welke knokker moeten wij kiezen? Heb je een speciale knokker die we moeten zijn of niet? Je mag niet over de muren en elkaar ook niet killen. Ja, dat is inderdaad met de race zo. Maar wel goed dat je het even zegt, want je hebt inderdaad altijd mensen die dat wel doen. Ja. Ja, sommige mensen leren het nooit. Joran, ik ben goed in Pet Simulator X. Ja, ik ben ook redelijk snel goed geworden. Ja, denk ik. Ik weet niet. Jullie moeten de video van morgen maar checken. Er gebeuren allemaal dingen waarvan ik denk, huh? Waarom gebeurt dit? Maar het is voor mij ook de eerste keer. Maar laat weten morgen onder de video of dat klopt. Wat er allemaal gebeurt of dat dit heel apart is. Ja, oké. We moeten even kijken. Riemer. Als je het niet wordt, moet je me adden als vriend. Ja, dus als ik niet eerst word, moet ik hem adden als vriend toevoegen. Dus ik zal nog even welke knokker. Ja, dan moet ik. Oké. Nee, dat doe ik alleen de maker van de minigame. Nee, ik weet het goed gemaakt. We zijn met 10, maar als ik voor Riemer eindig, dan voeg. Als Riemer achter mij eindigt, voeg ik hem niet als vriend toe. Als hij voor mij eindigt, wel. Frank. Oké, Frank. Of had hij dat al gezegd? Zou kunnen, misschien heb ik niet opgelet. We mogen ze toch niet killen. Ik zal even levens en shield. Ja, dat is prima. Ja, en die koptelefoon. Mocht iemand irritant doen, ze super inzetten, kan ik met die koptelefoon in ieder geval doorlopen. Maar daar ga ik niet vanuit, want dat mag niet. Je mag elkaar niet hitten. Trouwens, voor de nieuwe kijkers, doe dat duimpje omhoog. Want we zitten nu op de 362 om precies te zijn. Bij de 750 gaan we een keer live een map maken. En waarschijnlijk wordt dat dan gewoon een mooie map die we gaan indienen. Misschien dat we dan map van de dag kunnen worden. Ik weet niet of jullie het horen, maar ik hoor het wel. Er vliegt net een straaljager hierboven langs. Ik denk niet dat jullie dat horen. Nee, lijkt me sterk. Doe eens Soccer Heroes of Dream Team. Ja, ik weet niet welke games dat zijn. Dat zegt BB Games. Kunnen we misschien wel een keer doen. Maar ja, ik heb zoveel mensen die zeggen, doe dit spel, doe dat spel. Ik kan niet alle games spelen. Maar hier gaan we dan. Oké, let's go. Let's go. Oké, eentje die is geen Frank. Blijkbaar had niet iedereen Frank. Dat zou misschien ook kunnen. Hij heeft gekozen voor Carol. No, shit. Ik heb de eerste jump gemist. Oh, dat was dom. Kunnen we die teleport dan nog wel halen? Oké, dit gaat prima. Riemen, die loopt nu voor mij. En hier, dit gaat prima. We moeten nu even een redelijke comeback maken.
Oké, hier even uitkijken. Even wachten, want ik ben bang dat ik teruggejumpt word. Daar heb ik ook geen zin in. Nee, dat zou echt heel shit zijn als dat gebeurt. Oké, ik heb nog steeds een gadget. Die teleport, die moeten we denk ik nemen. Dus ik zal hier even wachten. Ja, was dat een goed plan? Ik heb geen idee of dat een goed plan was. Was het niet. Oké, ik moet even gadget aanzetten. Waarom doe je dat nou, Stijnboy? Waarom doe je dat nou? Oké, kunnen we hier nog terug? No! Shit, ik ben afgegaan. No, dat was gewoon een valstrik. No! En Stijnboy die het helemaal verpest. Ah, dat is weer stom. Wel een leuke map trouwens qua race. Ik ben benieuwd waar iedereen dan rondloopt. We hebben hieronder nog een aantal. Ik wil zo meteen wil ik deze map nog een keertje doen. Want ik wil even kijken of we misschien dan wel kunnen halen. Maar Rieme die is eerste geworden, dat sowieso. Oh nee, Rieme die is weer terug. Heeft hij die jump? Oh, hij is weggejumpt dan, of niet? Dan moet hij wel. Oké, Rieme loopt nu wel eerste. Maar dan heeft hij net een jump gehad, denk ik. Ja, want dan ben je weer doorgejumpt. Ah, dan moet haast wel. Gekke Willy, die krijgt nu ook een jump op zich. Dus die wordt ook teruggejumpt. En uiteindelijk wint Riemen wel. Natuurlijk de maker van de map, dus dan is dat ook wel logisch. Ik vond het echt een superleuke map. Dus Riemen, ik voeg je toe als vriend, jongen. Je hebt mij verslagen. Maar we gaan nog wel nog een keer deze doen. Want ik vond hem mooi. Ik vond hem mooi. Gewoon even kijken of we nu wel eventjes kunnen winnen. Zal ik toch wel eventjes lachen zijn? Ik ben er klaar voor. Yes. In principe iedereen weer Frank, zelfde regels. Dan doen we er gewoon nog een potje. Kijken of we nu iets sneller er doorheen kunnen komen. Ja, want net maakte ik een fout. Toen kwam ik in het gif. Ja, dat is niet handig. Nee, dat is zeker niet handig. Ik zit in Engeland mee te kijken. Oh, dat is een mooie afstand. Ja... Dat is wat anders dan in Nederland. Ik hoop dat het daar wat beter weer is. Maar ik denk Engeland, nee, dat is vaak ook niet zo best qua weer. Nee. Trouwens, Black. Als jij op ready kan drukken, kunnen we beginnen. Ja, let's go. Let's go, let's go. Oké, dan moeten we even zorgen dat we nu eventjes heel snel deze map gaan voltooien. Net maakte ik een paar domme foutjes, wat niet zo slim is. Dus hopelijk gaat het nu wat beter. Ja, dat ik die eerste jump meteen meepak. Ja, dat is goed. Oké, dit is ook prima. We lopen nu echt bij de voorste. Dus dat is mooi. Ik kan even mijn gadget aanzetten. Of dat heeft niet nut voor die spikes. Dus dat is wel jammer. Maar we zitten nog steeds bij de voorste groep. En nu moeten we hier eventjes goed bij langs. No! Oh, shit man. Oké, dit was echt het slechtste scenario wat we konden hebben. Oké, ja, ik heb geen hel emoji. Dus dat kan ik helaas niet doen. Oh, dat dit dan weer net gebeurt. Oké, nu moeten we echt uitkijken dat we zo meteen niet doodgaan door het gif. Maar, oh, dit moet nu heel erg goed gaan. No, dit gaat goed. Jazeker. En dit gaat ook nog allemaal net goed. Oké, we krijgen nog levens erbij. Dus dat is chill. Oké, dat hebben we nog gehaald. Ik denk niet dat we hier nog eerste gaan worden. Maar ik wil in ieder geval even de race uitracen. En dat moet denk ik wel te doen zijn. Ja. En alle spikes die zijn natuurlijk al voor ons weggehaald. Dus dat is wel chill. Oké, als ik iets voor Tim loop, dan kan ik hem misschien terug laten jumpen. Dat zou mooi zijn. Nou, dat gaat net niet gebeuren. Nee. Dat gaat niet gebeuren. Oké, hier moeten we even over die spikes heen. De teleport nemen. Nou, dit gaat niet meer goed komen. Nee. Hoe kan Tim in één keer voor mij lopen hier zo? Oké, misschien dat ik Tim nog kan inhalen. Ja, oh, we gaan de gewone route. We gaan de gewone route. En we zitten echt in een race met Tim, jongen. Oh, nou, volgens mij moest je dan hier langs en dan had je het hier gehaald. Oké, uiteindelijk zijn we echt een van de laatste geworden. Ja, maar wel superleuke map. Echt heel leuk deze race. Ik vind race maps altijd wel een van de leukste dingen in Brawl Stars. Dus Riemen Potter, ik heb je toegevoegd als vriend. Dikke shout-out naar jou, jongen. Je hebt van mij gewonnen, dus je hebt het verdiend. Maar we gaan door naar de volgende. Dus laat even een nieuwe code achter in de reacties. En dan gaan we eentje joinen. Ik ben benieuwd. Oké. Welke zal ik doen? Ja, er zijn zoveel reacties natuurlijk. Oké, ik heb hier één gevonden. Ik heb er eentje gevonden. XYJWF
7E8. Als het goed is, ja, dat is hem. Solo map Joram. Oké. Het is een beetje een map met alles door elkaar. Ik weet niet of het een minigame is of dat het gewoon solo showdown is. Geen idee. Maar ik denk dat het gewoon tegen elkaar vechten is. En trouwens, ik ben Hidde. Oh, die was eventjes offline. Die is nu weer al online, dus dat scheelt weer. Ja, ik dacht net wel, oh, die zit er niet meer achter. Maar toch wel. Weet je wat? We gaan gewoon spelen. Ik ga eens kijken of ik iedereen kan pakken. Zometeen doen we weer een nieuwe en dan joinen we gewoon weer iets nieuws. Ik heb net de 40k gehaald, zegt Lars. Dat is netjes, jongen, Lars. 40.000 trofee, dat is niet niks in Brawl Stars. Oké, ik ben Hidde. Als je op ready kan drukken, je bent de enige, dan kunnen we starten. Dan kunnen we even een potje spelen. Ik vind Mortis altijd wel nice. Oh, kijk eens. Hidde heeft op ready gedrukt. Dus als de rest dat ook even gaat doen, dan kunnen we gaan starten. Ja, daar gaan we. Oké, dan ga ik even iedereen slopen met Mortis. Mortis is altijd wel leuk. Maar dan moet je wel even Mortis redelijk sterk hebben. Dus we gaan eens kijken of dat gaat lukken. Dus we moeten eigenlijk zorgen dat ik die krachtpunten ga pakken hier zo. Dus hopelijk gaat dat lukken. Ik zal meteen mijn gadget erbij aanzetten. Oh, dit was één krachtpunt. Dit was er twee en nu moet ik hier wegwezen. Anders word je te risicovol. Even deze jump. En dan even hier helemaal weg. Oké. We hebben 3 krachtpunten, maar voor de rest helemaal niks. Oké. Ik ben Hidde. Die zit echt vol op mij te pushen. Ja, Hidde jongen, je moet uitkijken. Want anders krijg je hem zelf. Oké, top. 4 krachtpunten. We hebben MABS. Die heeft ook wat krachtpunten. En een Shelly is dan altijd wel gevaarlijk. Ja, wat kunnen we doen? We kunnen misschien Tim pakken. Ik zal hier even uitkijken. Even mijn gadget erbij. Om eventjes sneller te kunnen herladen. En dan ga ik nu zo meteen richting die Tim. Oké, nu gaan we richting die Tim. Ik ben helemaal klaar met jou. No! No, hoe dan? Ik dacht echt, ik kan die Tim hebben. Maar uiteindelijk net niet. Dat deed hij op zich wel goed. Shit, man. Oké, we gaan even kijken wie dit uiteindelijk gaat winnen. We hebben nog... Jark of zo hebben we nog. Die heeft 8 krachtpunten. Er zit daar nog een Janet. En ik denk dat er echt nog een... Oh, ik dacht een Shelly. Er zit nog een Piper. Gekke Willy. Zeg maar Willy. Wat is je beste pet in pet? Ja, ik ken al die namen niet, joh. Ik heb geen idee. Morgen in de video krijgen jullie te zien wat voor pets ik heb gekregen. Maar ik heb geen idee. Ik heb Squadbusters. Nice. Dat heb ik zelfs niet eens. Trouwens, Jark, die heeft ondertussen kill gemaakt. Oeh. Pannetje, gaat hij dit winnen of niet? Oh, wel bijna. Wie gaat winnen? Hij wint gewoon. Oh, netjes. Maar Squadbus is voor degene die het hebben gemist. Dat is een nieuw spel van Supercell. Het komt nog voorlopig niet uit. Maar het zag er super vet uit. Want ze hadden allemaal karakters van Brawl Stars, Clash Royale, Clash of Clans en Heyday in één spel gestopt. Oh ja, en Boom Beach ook. Dus van alle games die ze ooit hebben gemaakt, hebben ze zeg maar een soort van gezamenlijke game gemaakt. Zag er super vet uit. Ik denk echt dat het een volgende super game kan worden van Supercell. Net zo populair zeg maar als Brawl Stars. Maar ik weet niet hoe lang het gaat duren voordat het online gaat komen en dat wij het kunnen spelen. Misschien duurt het nog een half jaar. Maar misschien moeten we ook nog een jaar of 2 jaar wachten. Geen idee. Ga ik geen voorspellingen over doen. Maar als je het wil zien, moet je even Squadbusters opzoeken op YouTube. Maar ik ben Hidde. Dankjewel voor het insturen. We gaan even een nieuwe code joinen. Dus ik ga even kijken in de chat. En dan gaan we een nieuwe doen. Wat is een leuke? Ja, dat weet ik niet, hè. Iemand stuurt de code. En dan vervolgens moet ik maar eens zien of het de leuke is. Oké, ik heb eentje gevonden. X, Y. Daar beginnen ze bijna allemaal mee. K, P. B, 5. En dan P, U. Ja, dit is een Among Us map. Ah, ik had natuurlijk vroeger altijd van die Among Us maps gemaakt. Waarschijnlijk zijn de 8 in de linkervlak, die moeten zeg maar alle skeletjes kapot maken. En de 2 rechts, die moeten ervoor zorgen dat de skeletjes heel blijven. En die moeten die andere 8 gaan killen. Dat is altijd wel leuk. Ja, dat is leuk. Alleen we kunnen niet chatten. Ik weet het goed gemaakt. Ik en Troy zijn de zoekers.
Ik denk dat Shelly dan wel een goeie is. Ja, ik weet niet. Of Troy. Ik weet wel een goeie. Troy, de eerste emote doe je. Stuur even een emote van de knokker die jij wil dat er twee zoekers zijn. Dus stuur even een emote, zeg maar, met de knokkers, met de twee zoekers. Dan weten we in ieder geval welke knokkers die moeten zijn. Spike, oké. Dus dan ga ik en Troy gaan wel Spike. Dan zijn wij dus... Oh nee. Of is iedereen Spike? Iedereen moet dan Spike zijn, denk ik. Ja, dat moet haast wel. Want je hebt gewoon een spawnplek. Ik denk dat iedereen Spike moet zijn. Oké, als iedereen Spike is die Spike heeft. Als hij geen Spike heeft, dan moet je maar een andere knokker doen. Nou ja, we gaan gewoon spelen en we zien wel. Het doel is in ieder geval de twee rechts moeten voorkomen dat alle skeletten kapot gaan. En de acht links moeten alle skeletten juist kapot maken. Dat is zeg maar een beetje het doel. Dus we gaan kijken wat er terecht van gaat komen. Ik ben benieuwd. We zitten trouwens op de 500 likes bijna. Dus doe een duimpje omhoog en daarna nog 250 likes. En we gaan dus zelf een mooie map maken. Tot nu toe ben ik alleen nog maar maps gejoined. Maar het is denk ik ook wel leuk om zo meteen zelf even een mooie in elkaar te zetten. Als iedereen weer op ready kan drukken, zou top zijn. Gekke Willy zit weer bij Tim.nl en MABS had ik ook al gezien. Is dit dus Shadows? Ik denk het niet. Nee, dit is niet dus Shadows. Nee. Gekke Willy is offline. Anders moet je gekke Willy maar even kicken. Oh, hij is alweer online. Oké, daar gaan we al. Ik heb niks gezegd. Oké, we zijn niet een van de zoekers. Dus we moeten de skeletten kapot gaan maken. Oké, daar gaan we dan. Oké, hier even de boel slopen. Ja, even zorgen dat we dit snel gaan doen. Oké, nu moeten we uitkijken. Oh no. Oh, we zitten hier al opgesloten. Oké, dit is shit. Nee, we mogen ze niet killen. Dat is juist het doel van de zoekers. Je mag zeg maar, wij mogen hun niet killen. Hun mogen alleen ons killen. Ik ga eens van boven toe kijken. Want dat is natuurlijk oneerlijk. Anders heb je 8 die 2 mogen killen. Dus Troy moet zeg maar iedereen... zorgen dat hij gekild gaat worden. En dat de skeletjes niet kapot worden gemaakt. Hetzelfde met Infinity, yo. En die maakt ondertussen ook kills. Gekke Willy heeft hij bijna. Als ik hem was, zou ik toch eventjes hier een kill maken. Ja, het duurt uiteindelijk vrij lang allemaal. Gekke Willy, die heeft hij nu gekild. En dan is er nog één iemand over, namelijk Tim.nl. En dan hebben ze toch vrij goed gedaan. Want hier zijn nog wat skeletten over. Hier is wel bijna alles kapot gemaakt. Ja, uiteindelijk is denk ik ongeveer 1/5, 1/4 van alle skeletten blijven staan. Dus ik vind dat best wel netjes. Ik had echt verwacht dat alle skeletten kapot zouden gaan. Dus ik vind het netjes gedaan. Troy, dikke shout aan jou, de jongen. Thanks voor het insturen. Dat sowieso. Ik vond vroeger Among Us minigames ook echt heel nice. Daar heb ik ook veel tijd in gestoken toen de tijd. Het is al wel lang geleden dat ik dat heb gedaan, maar ja. Het is in ieder geval een tijdje terug. Maar we gaan weer een nieuwe joinen. Troy, nogmaals, dikke shout aan jou. We gaan even een nieuwe joinen. Even kijken wat we nu gaan tegenkomen. X. Y weer. JG. En M. Oké. Hier zitten al gewoon een aantal helemaal ready. Ja, er zitten hier al een aantal ready. Er stonden gewoon al 5 te wachten. Verstoppertje. Oké. Ik ben benieuwd. Hij is er in ieder geval blij mee. Ik ben benieuwd. Welke knokker moeten we zijn en wat is het idee? Want we spawnen niet in de bosjes allemaal. Oh, ik weet het al. We hebben natuurlijk hier in het midden 1 piper waarschijnlijk. Denk ik. En dan vervolgens moet de rest daaromheen een tik zijn, denk ik. En dan moet die piper kijken of die tik kan neerschieten. Tik piper. Ik denk dat dat hem inderdaad is. Lijkt mij, maar we moeten even wachten op Tomar, dat we het zeker weten. Ewa Joran, ik ben sinds 4 ben ik fan van jou. Ik droom laatst dat ik elkaar... Dat... Wat de fuck. Jongen, zo kan je niet zijn, jongen. Dit is echt ijzig. Dit is Verstappertje en iedereen moet Barley zijn. Ik ben Piper. Oké, dan doen we het zo. Tomar is Piper, de rest is Barley.
Dat is helemaal prima. Ik zal Barley even selecteren. En dus moeten wij overleven in de bosjes. Dus dat gaan we even doen. Ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd of ik dit kan winnen. Zijn altijd wel leuke minigames deze. Gewoon tactisch en snel goed nadenken. Ik ben er klaar mee. Ik kan de hele tijd niet joinen. Ik zweer, ik ben er klaar mee. Dat zegt onbekend in de chat. Ja, sorry jongen. Ik kan er niks aan doen. Iedereen is gewoon snel met joinen. En je moet ook een beetje mazzel hebben. Joram, doe weer top 10 voetbalvideo's. Ik ben van plan op FIFA Bouws wat shorts te uploaden. Bijvoorbeeld weetjes over voetballers, top 10 duurste transfers. Allemaal dat soort dingen. Dus op FIFA Bouws komen dat soort video's de komende tijd eraan. Dus hou mijn kanaal daar in de gaten. Dan zie je dat vanzelf. Yannick die vraagt, heb je een vriendin, Joran? Jazeker, al. Die vraagt dat de hele tijd door, zo, joh. Die heeft dat volgens mij echt al 10 keer gevraagd in de chat. Maar in ieder geval, dat doen we. Ik heb inderdaad vriendin. Ik wou ondertussen wat anders zeggen. Maar ondertussen al meer dan 3 jaar. Dus alweer een tijdje ondertussen. Nee, maar laten we maar gaan spelen. Piper heeft de krachtpunten nodig. Dus daar moeten we even voor zorgen dat Piper al die krachtpunten krijgt. Nee. Niet doen. Oh, gelukkig. Gelukkig. Oké. Iemand wou die Piper killen. Dat is altijd stom dat er dan altijd mensen het proberen te verpesten, hè. Altijd maar weer. Oké, nu kunnen we goed spelen. En dat is wel chill, want je kan met je gadget natuurlijk ervoor zorgen dat je andere Barley's eventueel laat vertragen. Oké, daar is de Piper. We moeten uitkijken. Milan en Mick zitten hier. En, die is nu dood. Daar liep ik net nog bij. Nu even uitkijken. Ze proberen mij gewoon te nakken, hè. Ze zetten de hele tijd gadgets op mij. Dit is irritant. Oké, ik ga nu even hier een gadget neerzetten. Maak die Tim maar dood. Dan loop ik eventjes deze kant op. We zitten in de top 5 al. Ja, maar eentje was daarvoor al dood gegaan. Pannetje snert. Ja, ik ben benieuwd. Trouwens, hij kan natuurlijk ook wel een beetje zien waar ik rondloop, Tomar, in de stream. Want ik denk dat hij ook de stream aan het kijken is. Oké, ik zet hier mijn gadget aan. Dan ben ik benieuwd of hij daar nu iemand gaat pakken. Ja, door mijn gadget is hij nu afgegaan. Door mijn gadget. Oh, dat is zo shit als je dat tegen je krijgt. Ik heb nog 1 gadget. Die bewaar ik voor zometeen als het gif wat verder is. Dat scheelde niks. We gaan even hier in de hoek zitten. Maar dat moet ik niet te lang doen. Want als ik dat te lang doe, want dan heeft hij natuurlijk door dat ik daar zit. Dus daar moeten we ook voor oppassen. Oké. Donders. Oké. Tim die heeft zichzelf een beetje verraden. Oh shit. Ja, Tim is dood. We zijn nog met pannetjes snert. En er moet nog ergens 1 iemand anders zitten. Ik denk dat hij hier in de hoek zit. Ja. Hier is Curryboy. Ik heb nog 1 gadget. Weet je wat? Ik zet die hierin. Dan ben ik benieuwd of die Tomar misschien hem kan hebben. Nee. Hij heeft hem niet. Ik probeerde op die manier dan toch nog een plek nummer 1 te krijgen. Maar we zijn nu met... 2 Barley's over. We zijn met z'n tweeën. Maar we gaan wel door naar de volgende, want we willen natuurlijk een beetje tempo erin houden. Dankjewel, Tomar. Ik vond hem nice. Tomar, 16.000 trofeeën, rank level 25 max. Maar hij heeft ook best wel wat knokkers kracht level 11, dus dat is ook wel netjes. En heel veel kracht level 6 ook en zo. Maar in ieder geval, Tomar, thanks voor het insturen. We gaan wel door naar de volgende. En dan heb ik alweer eentje gevonden. We gaan gewoon lekker snel door naar de volgende. BKZZ5Z. Ja, en dit is Tikkertje. Het doel is gewoon elkaar tikken, denk ik. Als je geraakt bent, dan ben je af. Denk ik, lijkt mij. Ga ik in ieder geval vanuit. Pizza God, die is in ieder geval helemaal blij. Ja.
Tim.nl zit er ook weer tussen. Ja, sommigen die zijn zo snel daarmee. Dat is echt niet normaal. Maar Ravis, ik denk dat het leuk is dat jij de tikker bent en dat jij ons moet tikken. Maar dan moet je even zelf even de knokkers zeggen die we moeten zijn. En die jij dan bent, dat is ook wel handig. Dat is wel een leuke. Koen Power, ik je groot fan. Ik jou ook groot fan. Ik ben je livestream aan het kijken. Lekker man. Dat moet eigenlijk ook wel, want anders had je natuurlijk de code niet kunnen weten. Oké, okay, jullie moeten tik en ik word wel Mortus. Oké, okay, dat gaan we dat natuurlijk doen. Tik. En dan moeten we eens kijken of we kunnen ontsnappen. Zijn de bosjes in het midden zijn wat bosjes, dan is het wel handig om eventjes deze te selecteren. Oké, okay, let's go. Tik is geselecteerd en dan gaan we eens kijken of wij als laatste kunnen overblijven. In principe is het met tikketje zo, als je geraakt bent, ben je af. Dus dan moet je jezelf af laten gaan. In ieder geval, dat is normaal met tikketje altijd. Wanneer komt Opa Bouws? Derg, jongen, er is al een Opa Bouws aflevering online op FIFA Bouws. En we moeten wel een beetje in de gaten houden, hè? Wel een beetje in de gaten houden. Die kan je checken na deze livestream. Als het goed is, hè. Trouwens, voor de kijkers die nog niet dat duimpje omhoog hebben achtergelaten, doe dat even, want we zitten bijna op de 750. Dan gaan we zo meteen zelf ook nog even een leuke map maken. En dan gaan we eens een keer kijken of we een map van de dag kunnen gaan worden. Zou wel leuk zijn als dat weer een keertje gaat lukken. Dan moeten we even, ja, dan moeten we zo meteen even een leuk idee hebben. Bijvoorbeeld een thema. Je hebt wel bijvoorbeeld, ja, wat zou kunnen... Je hebt bijvoorbeeld een school zou kunnen. Je hebt natuurlijk ook een gevangenis. Dat was de laatste map van de dag. Maar als iedereen ready kan drukken, dan kunnen we gaan starten. Pizza God, druk maar op ready, jongen. Dan gaan we eens kijken of ik deze tikketje minigame kan overleven en kan winnen. Wojo, er zijn heel veel krachtpunten. Die krachtpunten zijn voor Mortus. En die zijn niet voor de tiks. Dus voor alle tiks die meedoen... Deze zijn voor Mortus. Ja, ik zal... Oh, wacht. Dat was niet de bedoeling. Sorry, Shadows. Dat was niet de bedoeling. Oké. Okay, gaat hij alle krachtpunten pakken, Mortus? Hij is al bijna dood. Ja, daar moeten we voor uitkijken. Hij had het nog net overleefd. Oké, okay, je hebt hier en daar wat jumps. Je hebt hier en daar wat teleports. Dus op zich is dat wel nice. Ja, in principe Barley is ook helemaal goed. Het maakt niet zoveel uit welke knokker je bent. Hier heb je ook een teleport. Ik heb alleen geen idee waar je dan uitkomt. En ik heb ook geen idee waar die Mortus rondloopt. Oh, hier is die. Oh, oké. Okay. Eigenlijk is het gewoon tikketje. Als je geraakt bent, ben je gewoon gegarandeerd dood. Dus je hoeft helemaal niet, zeg maar, ervoor te zorgen. Oh, we kunnen hier even bij die teleport eventueel blijven. Maar je hoeft er helemaal niet voor te zorgen dat je, zeg maar, jezelf afmaakt. Want je gaat toch wel af op het moment dat je geraakt bent. Oh, nu moeten we uitkijken hier zo. Zal ik die jump ook doornemen? Oké, okay, nee, ik ga hier eventjes langs. En dan wil ik eigenlijk deze jump omhoog nemen. Ja, kom op, Barney, we gaan weg. Ja, oké, okay, oké. Okay. Koen Power is ondertussen ook dood. Ik vind het een leuke map, om eerlijk te zijn. Wat gaan we doen? Ik kan eventueel deze jump nemen. Of die teleport. Oké, okay, ik neem de jump. Nee, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nu is het uitkijken geblazen. Nu is het uitkijken geblazen. Ah, kijk dan. 1 hit en hij had mij meteen. Oh, shit man. Oké, okay, dit is balen. Oké, okay, Jasper boy. Ga je dit overleven? Hij neemt de jump. Dat was tactisch gedaan, maar hij gaat nu alsnog dood. 1 hit van die Mortis. En je bent gewoon dood. Dan is daar Tim.nl is daar nog. Die neemt die blauwe teleport. Ik weet niet waar je dan uitkomt. Hij is doodgegaan. Uiteindelijk heeft de mol gewonnen. Ja, leuke minigame weer. We hebben al een aantal echt leuke minigames gevonden. Dus dat is mooi. Die Shadows is fake lol. Ja, ik had het al door. Shadows die zit ook in de chat. Nee, inderdaad. Want die Shadows, ik had zijn profiel gekeken. Die had 20.000 trofeeën of zo. In ieder geval, dat had ik in de vorige minigame video gedaan. Ja, kijk. Niet echte. Maar we gaan door naar de volgende. Ravis, dikke shout-out aan jou. Leuke minigame weer. Leuke minigame. Maar we gaan eens kijken welke minigame we nu gaan tegenkomen.
Eens kijken. Oké, ik heb een leuke gevonden. X, Y weer, K, M, Z, T, Q, E. En deze is van... Oh, hij zit al gewoon vol. Hoe dan? Hoe dan? Deze was van TBB. Tigo Gameboy. Hij heeft een tank battle gemaakt. Oké. Dit is wel een mooie. Ik denk dat we gewoon allemaal tanks moeten zijn. Ja. Ja. Iedereen is er in ieder geval blij mee. We gaan eens kijken wat dit is. Ik denk dat het gewoon inderdaad een Het is verstoppertje. Het is verstoppertje. Ja, ik kan niet iedereen toevoegen. Ik had toevallig aan het begin van deze stream iemand toegevoegd. Maar ik kan niet iedereen blijven toevoegen. Dan wordt het ook lastig. Oké, het is verstoppertje. Welke knokkers moeten we zijn, Tigo? Ik ben benieuwd. Allemaal vragen weer in de chat, jongen. Joran is Bo, de rest is Bol. Oké, dat is prima. Dat is prima. Dan ga ik een keer de zoeker zijn. Ik zal eventjes hier een duimpje omhoog doen. Met Bo. Dan gaan we eens kijken of we iedereen kunnen pakken. Ja, moeten we natuurlijk deze hebben. En ook sneller door bosjes lopen. Ja, dat is prima. Zouden er ook nog ergens kistjes liggen? Dat denk ik niet. Nee, Joran is Bol, de rest is Bo. Oh, zo. Dat is ook goed. Oké, dus het was verkeerd om. Ik ben Bol, de rest is Bo. Dat is eigenlijk misschien wel beter, want dan kan je natuurlijk net iets makkelijker iedereen killen. Super wordt sneller opgeladen. Ja, ik denk dat het niet de bedoeling is dat ik me super inzet, dus dat zal ik niet doen. Sneller door bosjes lopen. En dat we mensen kunnen zien als ik ze heb gehit. Dat is ook wel een handige. Gezondheid bij minder dan... ja, dat is prima. En we doen wel dat we levenspunten erbij krijgen. Mocht iemand mij aanvallen, dan doen we dat. Oké, niet hitten, enkel Joran. Ja, inderdaad. Dus ik mag jullie killen en jullie mij niet. Haha, ik heb een machtspositie. Trouwens, voor de nieuwe kijkers, doe even dat duimpje omhoog. Dan kunnen we zo meteen zelf ook nog even een map maken. Dat is op zich wel leuk. Samsung of Apple? Dat vraagt Senna. Nou, persoonlijk vind ik Apple fijner, maar het is ook een beetje wat je bent gewend. Kijk, ik ben gewoon ondertussen Apple gewend, dan vind ik dat chillen. Maar als je altijd Samsung bent gewend, vind je Samsung misschien chillen. Ja. En dan die hele wedstrijd van dit is beter, dat slaat helemaal nergens op. Het is gewoon puur wat je zelf fijn vindt. Maar dan gaan we zo meteen. We gaan daar zo meteen. Ik ben benieuwd wie gaat winnen deze minigame. In principe kan ik niet winnen. Maar ik kan wel iedereen laten verliezen. Dat wel. Marco die zegt, Joran, ik heb nog geen gehoord. Nee. Dat valt inderdaad wel een beetje tegen, hè. Oké, we gaan even zo meteen de teleport nemen. Dan gaan we dat meteen doen. Oh, dan is... Dat was slim gedaan. Oké. Wat gaan we doen? We kunnen hier deze teleport eventueel ook nemen. Hoe kom je eigenlijk naar die middelste cirkel? Ik heb eigenlijk geen idee. Oh, hier hebben we iemand. Oké, top. En hier was nog iemand. Ik weet alleen niet precies waar die nu heen is gegaan. Nou, ik neem de blauwe teleport. Dan zijn we even in het midden. Oké, daar werd geschoten. Leon, jongen. Kom maar, komt u maar. Nee, jullie mogen mij niet doodmaken. Oké, daar is die gadget wel handig voor. Ja, voor als ze mij toch proberen dood te maken. Oké, ik heb ondertussen 2 gekild. Ik denk dat ik zo meteen weer even naar het midden ga. Oh, daar gebruikt iemand die teleport. Oh, Gamerboy. Tigo Gamerboy. Oh, die had deze map ingestuurd. Ja, sorry dat ik je heb gekild, jongen. Ja. Oh, dan zie je echt een hele hoop. Pizza guy. Ja, sorry jongen, maar ik heb jou nu ook. Oké. Die blauwe teleport, die laat ik. Ik ga die teleports niet meer nemen, omdat je dan waarschijnlijk in het gif komt. En dat is ook niet handig. Nee, daar word je niet gelukkig van. Oh, Stan. Ja hoor. Er is één iemand over. Oh, yo, dit is echt heel snel gegaan. Dus diegene die nu over is, heeft gewonnen. Let's go. GG's. Wie was dit? Dit was Gamer Lucas. Gefeliciteerd Gamer Lucas. Heb je goed gedaan. Altijd leuk verstoppertje. Tigo Gameboy, dankjewel voor het insturen. Mooie map weer. Ik vond hem nice.
Maar we gaan door, want we gaan natuurlijk nog meer coders joinen. Dan gaan we eens kijken. Laat jullie codes weten achter in de chat. En dan ga ik gewoon eentje weer joinen. Oké. We gaan deze joinen. R-E-2-M. Oh, heb ik het nu goed gedaan? J-K-R-E-2-M. Ja, dit is hem wel. Shadows, ik probeer jou nu te joinen, maar hij doet het niet. Jongen, oké, dat is weer jammer, hè. We gaan een andere. Join via lobby, dat is makkelijker. Wacht. Dan moet ik even Shadows... Oké, deelnameverzoek. Ja, dat wou ik even hebben. Oké. 5 tegen 5 Daryl race. Oh ja, dat is nice. Dat is altijd leuk om te doen. Maar ja, dan moeten we eigenlijk meer Daryls doen. Oh, daar ging mijn iPad. Oh, yo. Mijn iPad viel eventjes. Dat is niet zo handig. Dan moeten we even Daryl selecteren natuurlijk. Daryl, die is niet zo zeldzaam. Nee, ik zat veel te ver naar beneden. We gaan Daryl selecteren. Moeten we even de andere gadget doen. Yes. Leak de code nog even. Maar, wat is de code? Kan je dat ergens... Oh, Flap, die zit erbij. Oh, die teamcode zit hier natuurlijk boven. Ah, dus de teamcode, jullie zien hier boven teamcode. Daar kan je joinen. Ja. Dus teamcode X, Y, L, J. Nou, ondertussen zit hij al vol. Dus het is al klaar. Ja. Oké, Devil Race. En dan gaan we eens kijken. Ah. Mooie PSV bidon. Ja, joh. Het is niet eens dat ik echt voor PSV ben, maar ik vind het gewoon leuk. Ja. Luc, die is er in ieder geval blij mee. Mooie PSV-bidon. Ja, man. Nee, kijk, het voetbal in Nederland, dat boeit me in principe niet eens zo heel veel. Yo, jongen, blijf doorgaan met je video's. Thanks, man. Tip, maak skelet kapot en zorg dat je team boven en onder mensen heeft. Ja, in principe is dat qua spawns al goed. Dus als jij gewoon blijft op je spawn, dan zit je al eigenlijk goed. Wat vind je van de bekerstunt van Spakenburg? Tegen wie was dat ook alweer? Moet ik even opzoeken. Was dat toen tegen Groningen? Spakenburg wedstrijden. Nou, ik heb het niet helemaal goed meegekregen. Maar het was wel nice. Oké, we gaan hier eventjes natuurlijk deze map join. Oh, nee. Oké. Nou, prima. Dan gaan we hier natuurlijk even bij langs. Gaat dit goed? We moeten even zorgen dat we dit goed doen. Ja, dit doen we ook goed. En dan kunnen we natuurlijk even zorgen dat we onze super gaan halen. Oké, dat is wel chill dat ik bij Shadow zit. Oh, no. Oh, dit is trouwens wel chill. Je kan gewoon daar doorheen raken. Oké. hoe doen we dit? Oké, we moeten even dit goed doen. Oké, dit gaat goed. Dan moeten we nu even zorgen dat we hier naartoe gaan, denk ik. Ja, Shadows kan eerst. Hier kan in principe niet zoveel fout aan gaan, zou je denken. Moet even zo... Oh, nou, dat kan toch wel fout gaan. Ja, oké, top. En hoe doen we dit? Moeten we even zo... Oké, dat is prima. En dan hier weer even hits doen. Oké, dit kan wel een lastig karwei worden, denk ik, hoor, om hier langs te gaan. En hier even zo... Ja! Oké, ik ben door de muur gekomen. Wajo, Shadows ook! Die zag er echt mooi uit. Dit is wel echt een zieke map. Oké, hoe gaan we dit doen? Of moeten we dan hier langs? Huh? Hoe werkt dit? Ik heb geen idee hoe dit werkt. Hoe kan je hier langs dan? Ach, ik heb geen idee, joh. Of moeten... Oh, hun moeten die muur die kapot maken. Zij moeten hier de skeletten kapot maken.
Dus als jullie daar de skelet kapot maken, ik denk dat wij er anders niet doorkomen. Maar ja, ondertussen kan dat al niet meer. No! Hier, die skeletten. Maak die skelet kapot. Maak die skelet kapot. Ik denk dat er een speciale binnendoorweg is. Dat je dan die skeletten moet kapot maken. Bij dat andere team waren ze nog veel minder ver. Wel een zieke map van Shadow, sowieso. Weet je wat? We doen deze nog één keertje. We doen hem nog één keer. Ik denk dat je die skeletten kapot moet maken. Skeletten player is een 2-player... Ja, volgens mij inderdaad. Die skeletten moet je kapot maken. En misschien dat je dan door de muur kan rollen of zo. Ik weet niet hoe dat precies zit. Ik heb geen idee. Maar dat moet blijkbaar kunnen. Want ik denk wel dat deze wel te moeilijk... Deze is moeilijk, man. Ja, deze is echt moeilijk. Boven en onder moet één persoon zijn. Met de jump kon je dan verder. Oké. Okay. Ja, dat is wel een lastige, man. We kunnen het eventueel nog een keer proberen. Maar het is wel een lastige. Het is wel een lastige. We doen deze nog een keer. We doen deze nog een keer. Ik vind hem echt nice. En daarna gaan we door naar de volgende. Trouwens, voor alle nieuwe kijkers, doe een duimpje omhoog. We zijn nu bijna bij de 750 likes. Nog 50 likes en we zijn er. En dan gaan we nog even zelf een mooie map maken. Gaan we die indienen en misschien dat we dan map van de dag kunnen gaan worden. Dat zou wel een keertje leuk zijn. Oké, we moeten even zorgen dat we dit hier goed gaan doen. Ik zal hier even de boel kapot maken. Even hier ook hits maken. Oh, donders. Ik moet wel even zorgen dat ik jullie niet ga killen. Oké, dat is dus balen. Er is nu iemand dood. Hier even schuin. Oh, dat ging ook niet goed. Ja, dus we moeten heel erg uitkijken dat we elkaar niet gaan killen. Als jij nu eventjes daarheen gaat. Sorry voor degene die we net hebben gekild. Ja, gaat het nu goed? Ja, nu gaat het goed. Ik zal hier even afwachten. Hopelijk gaat hij het halen. Ik kan hier eventueel mijn super alvast gebruiken. Nee, je moet even weer hits doen op mij. Doe maar hits op mij. Dan kan hij even snel zijn super halen. Want je moet het met z'n tweeën doen. Anders ga je het sowieso niet halen. Ah, je moet iets schuiner. Iets schuiner. Dat je gewoon heel schuin zit. Dat is de beste manier, denk ik. Lijkt mij. Dus hij kan nog een keer proberen. En wat gaat er nu gebeuren? Gaat hij het halen of gaat hij het niet halen? Ik ben benieuwd. Ik kan ondertussen trouwens al hierheen gaan. Hij neemt de teleport. No! Bro, je moet hierheen komen! Je moet hierheen komen! Oké. Ik moet ondertussen even hier kijken of ik hier naartoe kan. Kan ik hier even de boel kapot maken? Ja, moet ik die ook kapot maken? Of kan dat zo meteen? Ah, ze halen het nog steeds niet. Oké, nou ja, dan doe ik het mezelf. Dan ga ik eens kijken of ik het zelf misschien kan halen. Oh nee, ik zal hem even killen, want dan heb ik net iets sneller mijn super. Oké, dan moet ik dit zelf halen. Dit gaat nooit lukken. Dit is echt een moeilijke, man. Oké, dit ging goed. Ja, en nu moeten we dus hier langskomen. Dit gaat nooit lukken. Jeffrey die zit daar aan die andere kant, maar we kunnen niks, jongen. Jeffrey die gaat het misschien nog halen daar zo. Ik heb bijna mijn super. Ik heb hem bijna. Ja, ik heb nu mijn super. Dus nu moeten we even hier tussendoor komen. Gaat dit lukken? Ja, dat lukt inderdaad. Oké, dus nu moeten we even kijken of we hier de boel kapot kunnen maken. Ja, maar dit gaat nooit meer goed komen. Nou, ik ben in mijn eentje toch nog wel een eindje gekomen. Aan de andere kant hebben we dan Jeffrey, maar ondertussen gaat iedereen dood. Shadows, die zat volgens mij nog eentje verder, volgens mij. Dus dat is wel nice. Maar het is echt een moeilijke. Echt een moeilijke, maar wel een mooie. Shadows, thanks voor het insturen. Dankjewel. Maar we gaan door naar de volgende. Volgens mij hebben we deze Devil Race ook wel eens vaker gedaan. Kat en Maus. Oh, yo. Oké, nee, we doen nog eentje van Shadows. Hij heeft wel mooie maps. Hij heeft mooie maps. Dus we doen nog één keer deze. Ondertussen zijn er al een paar gejoind. Oh, nee. Minigame voor video. Oh, dat kan ook. Oké. Shoutout, stuur maar een berichtje op de Discord. Dan kunnen we dat misschien binnenkort even doen. Maar thanks voor het insturen. We gaan door naar de volgende dan. Nou, en dan weten jullie dat er misschien binnenkort een nieuwe minigame weer aankomt. Ja. Dan joinen we weer even een nieuwe code. Oké, ja, ik heb er eentje gevonden. Ja, deze is van Thijs 2. Die kwam ik in het begin tegen, maar toen is er iets fout gegaan.
En ik zou deze gaan doen met Thijs. Dus we gaan eens kijken of het nu wel goed gaat. Want blijkbaar was Thijs geliefd of zo op de een of andere manier. Ik weet niet hoe dat is gegaan. Maar Thijs 2, dan moet je nu wel even online komen. Want anders wordt het wel lastig. Ja. Ja, hij is online. Oké, het is gewoon een Dynamite parcours. En hij zei dat we tijdens het spelen de finish wel vinden. Dus we gaan eens kijken wat er terecht van gaat komen. Ik ben benieuwd of ik het ga halen. Ik ben benieuwd. Weet je mijn voorstel nog? Ja, ik weet hem nog. Ik ga je als vriend toevoegen als ik het niet haal. Maar dan moet ik natuurlijk wel weten waar de finish is. Maar dat zien we zo meteen dan, blijkbaar. Dat had hij gezegd. Dus ik ben benieuwd. Oké, ja. Waar is de finish? Oké, ja, je zei dat het duidelijk zou zijn, maar ik heb nog steeds geen idee. Misschien dat het zo meteen duidelijk gaat worden. Hier hoeven we niet heen. We moeten even die andere kant op. Ja, hier, deze jump moeten we hebben. En dan moeten we hier naartoe. Oké, dan gaan we deze jump halen. Ah, shit. Officieel mag je volgens mij niet over via deze muurtjes. Dus in dat opzicht heeft hij het misschien al gehaald. En die teleport is ook gevaarlijk. Oké. Dus nu zijn we nog niet dood. Maar dat kan misschien zo meteen gebeuren. Oké, nu moeten we deze jump wel hebben. Oh no. Gaat dit nu goed komen? Ja. Nu moeten we even deze pakken. En hopelijk ga ik recht. Ja, dat doe ik. Want dit is ook wel een lastige met die jump, man. En gaat dit nu goed? Ja, dit gaat ook goed. Oké. Dan moeten we nu even kijken waar we nu uit gaan komen. Want je hebt hier een aantal paden. Je hebt hier onder heb je hier een rode teleport. Ik heb geen idee waar je dan vervolgens uitkomt. Ja, volgens mij kwam je bij gif terecht of zo. Oh, hier heb je. Oh, nice. Ja, dan is dit het in principe toch? Ja. Oké, maar ik heb het niet helemaal gehaald. Want ik heb zeg maar over de muurtjes heen gejumpt. En hij had gezegd dat je eigenlijk binnen de muurtjes moest blijven. Want dat was eigenlijk het doel. Maar Thijs, ik vond het nice. Ik vond hem verrassend leuk eigenlijk, om eerlijk te zijn. Als ik zo keek, dacht ik, nou, wat is het nou precies? Maar uiteindelijk vind ik hem wel erg mooi geworden. Ja, bij die gele teleport kwam je nergens terecht. Oh, die bovenste jump was nog makkelijker geweest. Die rode teleport kon ook, maar die bovenste jump was je in één keer bij die cache terecht gekomen. Bij die rode teleport was je al af. Oh, nou ja, Thijs, ik voeg je alsnog toe als vriend. Ja, shout-out naar jou voor het maken van deze minigame. Ik vind hem heel nice. Maar, we hebben de 750 likes gehaald. Dus we gaan nu ook even zelf een map maken. En dan gaan we gewoon een map van de dag maken. Gaan we kijken of we eentje kunnen maken die ziek nice gaat worden. Moet ik wel even één map verwijderen? Ik doe wel de 1 versus 1 map. Verwijderen. Dan mogen jullie meedenken en moeten jullie even een idee verzinnen in de reacties. We doen natuurlijk wel solo showdown, dat vind ik altijd het leukst. En zo meteen kunnen we eventueel nog eventueel... En dan kunnen we... Oh ja, wat wil ik zeggen. We kunnen zo meteen de map ook met jullie even testen. Dus dat is ook wel leuk. Maar wat voor een idee moeten we maken voor de map? Het leuke is natuurlijk wel als de map is... Die dan vervolgens ook echt gebruikt kan gaan worden... In, zeg maar, map van de dag. Dat die ook echt zou kunnen winnen. Doolhof. Doolhof zou kunnen. Parcours. Een doolhof parcours. Bouws. Mees. Ja, zo gaan we hem noemen. Bouws Mees. Dus als jullie ooit deze map tegenkomen, dan moeten jullie sowieso dat duimpje omhoog drukken. Want dan kunnen we misschien map van de dag worden. We gaan een doolhof maken. Met zeg maar een soort van verstoppertje element erin. En zo meteen kunnen we dan verstoppertje doen met jullie in deze map. En ik ga hem dus ook indienen. Dan ben ik benieuwd of het misschien gaat lukken om deze map van de dag te maken. Denk dat het lastig gaat worden, maar wie weet. Trouwens, mochten jullie afvragen hoe krijg je dit zo snel. Ik druk meerdere vingers tegelijkertijd het scherm op. Ja. Dus ik doe gewoon dit met 4 vingers gelijk. Woppa. Nou, dan hebben we alles bosjes. Ik zal trouwens aan de zijkant iets meer water doen. Dat vind ik gewoon altijd mooi uitzien. Doen we wel 4 rijen water ongeveer. Ja. Dit even goed doen. Zo. Ja, en dan doen we aan de zijkant
dat ook even. Dit is altijd wel handig als je eerst wat sloopt, want dan kan je net wat sneller doen. Alleen moet ik eigenlijk wel wat meer uitzoomen, want op deze manier wil dat ook niet echt. Nee. Ja, hier even veel slopen. Top. En dan nu even alles vullen met water. Ja, kijk, dan hebben we al een mooie rand. Kijk, dan is dit de map en dan is dit het doolhof. Ik ga een doolhof maken, denk ik, met water. Dat is wel vet. En in het midden liggen dan de kistjes. Zie, waar is het midden? Hier is het midden helemaal. Oké, daar is het midden. Dan kunnen we hier de bosjes weer even vullen. Ik zat echt totaal niet goed waar het midden zat. Dan moeten we even ervoor zorgen dat hier alle kistjes liggen. Dat vind ik altijd wel leuk. Dat je gewoon met z'n allen naar het midden rent om zo snel mogelijk daar alle kistjes te pakken. Ja, dit zijn dan alle kistjes. En dan moeten de doolhoven, die moeten hier uiteindelijk uitkomen. En we maken een doolhof met alleen maar water. Dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Ja, 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 ja. Dus dan moet hier moeten alle paden uitkomen. Ja, hier komen ze dan uiteindelijk terecht. En het moet er ook mooi uitzien. Dat moet ook gebeuren. Is dit een beetje recht? Of is het niet helemaal recht? Hier moet in ieder geval eentje weg. En dan moet hier weer een bosje komen. Volgens mij klopt dit ongeveer wel. Ja, we gaan echt een hele vette doolhof maken. Maar dan in het doolhof moeten natuurlijk ook wel paden komen die echt doodlopen. En dat heb ik tot nu toe nog niet echt gedaan. Dus hoe gaan we dat doen? We gaan hier eventjes deze doorsturen. En dan moet deze iets naar achteren. Want anders klopt hij niet. Ja, kijk, kijk, kijk. Dit ziet er al vet uit, toch? Dit ziet er al vet uit. Dan moeten we hier eventjes een doodlopend stuk maken. We maken hem helemaal symmetrisch. Ik weet niet. Ik hou er altijd van als maps, zeg maar, symmetrisch zijn. Ziet er gewoon altijd cool uit. Hier moeten we ook even een doodlopend stuk hebben. Ja, dan moet hij even hier langs. En dan maken we hier weer een bosje. Oh, dit gaat wel echt een vette map worden. Dit wordt wel echt een vette map, sowieso. Oh ja, en dan moeten we eigenlijk ook bij aanpassingen snelle knokkers doen. Energiedrankjes, boze robot, snelle supers en snelle knokkers. Dat vind ik altijd wel leuk. Die meteorregen doen we niet. Want dat is niet praktisch. Ja, dit is goed. En dan maken we hier ook weer even een stukje doolhof. Gewoon hier en daar stukjes waar je eventueel in kan vastlopen. Maar wat niet per se hoeft, zeg maar. We doen hier even ook een stukje. Oh nee, dan moet hier weer eentje verder. Ja, en zometeen moeten we de spawns trouwens nog allemaal eventjes goed neerzetten. Dat moet natuurlijk ook nog gebeuren. Ja, dat loopt hier dus allemaal dood. Hier eventjes twee doen. Ja, dit wordt echt heel vet. Dit wordt echt heel vet. Oh, wacht. Ik moet deze eentje naar onderen doen, want dan klopt hij net wat beter. Wat vinden jullie trouwens? Moet ik hier nog zo meteen teleports in doen? Of denken jullie, nou, dat moet niet gebeuren? Ik ben wel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Ja, we doen even hier. En hier even een klein stukje wat doodloopt. En wat zullen we hier doen? Kunnen we hier ook weer even een klein stukje doen wat doodloopt? Maar niet te veel. Het moet ook niet te moeilijk zijn, zeg maar. Als het te moeilijk wordt, dan is het ook gewoon vervelend om het te spelen. En dat moet het ook niet zijn. En kunnen we hier even... Ja, dus dit hele stuk loopt hier dood. Eigenlijk moet je gewoon via de zijkanten gaan. En dan zit je goed. Ja, dus hier moet eigenlijk een stuk helemaal goed lopen. Zodat het ook niet te moeilijk wordt allemaal. En dan doen we tot hier ongeveer. En dan doen we hier weer zo. Oké, dit gedeelte is klaar. Ja. Trouwens, ik zie ondertussen donatie van Sen. Dankjewel voor je 1 euro donatie. Hoeft trouwens zeker niet doneren. Maar dankjewel in ieder geval ervoor. We gaan hier weer even een gat maken. Ja, dit wordt echt een hele vette map. Dit wordt een hele vette map. Zo, deze maken we hier. Dit is ook goed. We hebben hier hoeveel water hebben we? Hoeveel paden zijn dit? Er zijn er 1, 2, 3. En hoeveel hebben we hier? Hier hebben we er 4 volgens mij.
Dus blijkbaar komen we net niet uit. Of ik moet nog één rij water hier erbij maken. Dat zou ook kunnen. Dan moet ik trouwens eventjes het zo doen. Ook weer eventjes verwijderen. Of ik had het trouwens ook met die andere kunnen doen. Nou, maakt niet uit. Oké, top. Dan loopt het nu helemaal gelijk. Dan hebben we gewoon overal drie. Hier moet weer eventjes die staan. Of hier hebben we de drie. Hebben we de hier nu... Oh, nee. Huh? Hier hebben we er nu vier. Ik had net toch deze. Of had ik enkel aanstaan? Oké, dat was dom. Ja, dan moeten we deze nog een keer doen. Want hij klopt niet helemaal. Ja, en dan... Zo. Dan moeten we alleen nog de hoekjes doen. En dan is die goed. Ja, dan is die zeker nice. Ik zal hem trouwens... Oh nee, dat kunnen we nog niet opslaan. We moeten hier nog eventjes wat paden maken. Dat het hier ook allemaal een beetje doodloopt. En hier eventjes wat bij langs. En deze zal ik ook even dood laten lopen. Oh nee, dan moet hij één verder. Dat het allemaal mooi aansluit. En hier kunnen we eventueel ook nog een soort van leuk stukje van maken. Dit is dan niet echt een doolhof. Maar dit is gewoon een leuk tussenstukje. Ja, dan doen we het zo. Volgens mij heb ik het... Ah, shit, ik ben vergeten de vier te gebruiken. Oké, dit is balen. Dan moeten we het even helemaal kopiëren. En dan kunnen we het zo meteen... Gewoon allemaal, als het goed is, gewoon meteen kopiëren van boven. Had ik deze al neergezet daar. Kunt zo meteen even checken. Even kijken hier. Klopt dit nu? Volgens mij wel, hè? Volgens mij wel. Ja, oké. Okay. We gaan nu de tele... Of nee, niet de teleports neerzetten. Even de spawns. Even de spawns. Yves is de OP hierin, Joram. Yves is inderdaad heel goed hierin. Ja, dat is zeker het geval. Kaasbui 1, dankjewel voor je superchat. Dankjewel ervoor, jongen. Ja, Yves is inderdaad wel OP, maar dat maakt het ook wel weer grappig op zich. Want je hebt toch snelle knokkers, dus het is niet per se dat alleen Yves goed is. Je kan eventueel ook andere knokkers gebruiken. We kunnen hier weer even deze gebruiken en dan wil ik hier nog even eentje maken. Zodat we overal twee paden hebben, zeg maar. Ja, Yves kan natuurlijk wel snel overal langs het water. Maar met andere knokkers kom je er op zich ook wel. En omdat je snel kan bewegen in hier... kan je ook wel zo'n Yves ontwijken. Ja, je hebt genoeg bosjes. Dus het is niet dat een Yves je altijd ziet rondlopen. Dat zeker niet. Zie ik hem wel. Ja, ik vind hem ook nice. Ik vind hem ook nice. We moeten alleen even teleports doen. Even toevoegen. Wat zullen we doen? Ik zal in elke hoek eentje neerzetten. En dan hebben we er nu in totaal vier. Oh nee, dat is niet handig in elke hoek. We kunnen er... Ja, hoe is dit tactisch? Je moet er in totaal 10 neerzetten. We kunnen hier eentje neerzetten. Dan moeten we iets verder eentje neerzetten. Doen we daar eentje. En dan doen we hier nog eentje. En dan doen we hier nog eentje. Oh, die moest eentje naar voren. Dus even hier een water doen. En dan doen we hier nog één. Is het nu... Ah, misschien moet deze iets meer... Deze kant op. Dat die iets meer naar het midden is. Is het zo redelijk verdeeld? Ik denk dat het zo redelijk verdeeld is. We gaan eens kijken hoe de map eruit ziet van boven. Moeten we even kijken... Waar staat die Bouw's Maze? Zo ziet de map eruit. Ja, dit is toch wel bruut. Ik vind hem echt nice. Ja. Oké, okay, dit gaat hem worden. Geen jumps, geen teleports. Gewoon redelijk basic. Maar ik heb zo'n idee dat dit soort maps altijd wel goed doen. En het is gewoon een keertje wat anders. Ik vind hem echt heel bruut uitzien, om eerlijk te zijn. Ik vind het nice. Dus we gaan hem indienen. Indienen. Ok. Dan moeten jullie zo meteen even goedkeuren. En dan gaan we eens kijken of we dan vervolgens deze map van de dag kunnen maken. Dus iedereen die nu aan het kijken is, zorg ervoor dat je even, als je deze map tegenkomt, even op dat duimpje omhoog drukt op deze map. En misschien dat we dan ooit map van de dag kunnen komen. Mijn teamcode staat nu in beeld, dus jullie kunnen gaan joinen.
En dan maken we er nu meteen even een verstoppertje map van. Ik zou wel... Oh, nee. Ik vind het leuk. Ja, nee, weet je. Het is wel handig. Oké, ondertussen is iedereen gejoind. Ik ben Bol. En jullie mogen allemaal Bo zijn. Dus jullie zijn allemaal Bo. En jullie moeten mij proberen te ontwijken. Dat is gewoon het hele ding. En ik moet jullie proberen te killen. En jullie mogen mij trouwens niet killen. Dus val mij niet aan. En dan gaan we zo meteen kijken wie uiteindelijk gaat winnen. Daar ben ik benieuwd naar. Maar met die snelle knokken, snelle supers. Ja, ik vind dit wel echt een leuke map. Ah, hij ziet er toch bruut uit. Ja, hij ziet er echt bruut uit. Oké, let's go. Iedereen Bo, je mag die sterkracht aanzetten waarmee je beter kan kijken. Dus dan heb je misschien iets grotere kans dat je gaat winnen. Is toch leuk. Dan heb ik uiteindelijk ook nog een eigen minigame gemaakt. Ja. Dan heb ik niet zeg maar alleen de minigames van kijkers getest. Ook een keertje zelf. Simgamer. Oké, ja. Simgamer, als je op ready drukt, zou top zijn. Anders moet ik je helaas kicken. Maar hij drukt op ready. Dus hij is net op tijd. Dus dat is mooi. Ja, dit ziet er toch ook vet uit, jongen. In principe is het door of niet heel moeilijk. Maar check hoe snel je kan lopen, jongen. Dat is echt niet normaal. Ja, ik vind het nice. Ik zal eerst even wat krachtpunten verzamelen. Zoals die boos hier komen. Dat ik zeg maar ze iets sneller heb. Dat is wel handig. Oké, ja, ik heb nu 3 krachtpunten. Dit is wel voor nu even voldoende. Oh, daar is Speedy Boy. Er komen zometeen ook nog energy dranken. Dus dat is ook wel nice. Want daar kan ik nog sneller deze kistje openen. Oké, die energiedranken die komen natuurlijk hier. Oké, nou weet je wat? Ik ga ze nu niet killen. Oh, er komt nu ook nog een robot natuurlijk nog bij. Oh, dat is helemaal lijp. Ja, dat is helemaal lijp. Dus die robot laat ik lekker achter hun aanrennen. Oké, nu kom ik er echt aan. Ik kom er nu aan. Let's go! Oké, ik ben benieuwd. Ze kunnen natuurlijk ook in allemaal stukjes zitten. Ze kunnen overal verstoppen ook. Oh, daar is iemand. Daar is iemand. Eens kijken of ik hem hier kan vinden. Zou die hierheen zijn gegaan? Want hier loopt de dood. Nee, hij is hier niet heen gegaan. Want je hebt verschillende stukjes die natuurlijk doodlopen. Ja, en hier zijn ondertussen mijnen gegooid. Oh, ja. Volgens mij ging iemand hier naar boven. Als dat zo is, dan zit hij hier vast. Nee, hij liep hier niet naar boven. We gaan hier even onder kijken. Even kijken of hier iemand zit. Oh, daar is Speedy Boy. Oké. Zit hier iemand? Ja! Ik heb hem. Oké, ik ga die robot levend laten. Gewoon puur om het feit dat ik hoop dat hij zo meteen achter een boa gaat rennen. Dat zou mooi zijn. Oh ja, hier was een boa. 1 hit en ik had hem gewoon meteen. Zit hier iemand? Nee, hier zit niemand. Oké. Youssef? Youssef, kom hier maar, jongen. Ik heb je. Oh, gaat hierheen? Nee, hij is hier niet heen. Oké, dus dat is goed om te weten. We gaan even hier langs. Hier ligt de krachtpunt. Oeh, daar was iemand. Daar was iemand en hier is nog iemand. Oké, zal hier iemand zitten? Ja, hier is iemand inderdaad, iemand. Oké, die gaat nu dood. Ondertussen gaan alle boos hierheen. Oké, daar was iemand. We moeten even zorgen dat we levend blijven. Die robot die maakt het nu wel heel moeilijk. Dus ik zal hem eventjes killen. Dan maakt het namelijk wel lastiger. Ik zag hier een aantal heen gaan. En, oh, hier is iemand. Ah, dan zal hier misschien nog iemand zitten. Zit hier nog iemand? Nee. Ze zitten aan de andere kant. Of zal hier ergens nog iemand in de bos zitten? Bart, die zit hier. Die ga ik nu killen. Youssef zit hier. En wie gaat uiteindelijk winnen? Tim of Youssef? Oh, en... oh, uiteindelijk kon ik Youssef net eerder killen. Het was echt een hele spannende pot. Ik vind het echt een leuke map. Moet even kijken. Hebben nu mensen gestemd? Er hebben nu 7 gestemd, dus dat is mooi. Dan kunnen we nog even 1 game erbij doen. Dus dankjewel voor iedereen die heeft gejoind en wie heeft gestemd. Maar we doen nu nog eentje. Zal ik weer even vriendschappelijk doen? Oh, nee. Vriendschappelijk. En dan zal ik even mijn eigen map selecteren. Bouwsmees. En de code staat in beeld, dus jullie kunnen weer gaan joinen. En dan gaan we zo meteen hem echt indienen. Of dan is hij echt ingediend. En dan kunnen jullie hem eventueel tegenkomen. Dus dat is wel mooi. Hij zit alweer vol. Ik weet het nu leuk gemaakt. Jaden God. Jij mag nu Bol zijn. Jij mag Bol zijn. En de rest is dan weer Bo. Ik vind het ook wel leuk om zelf een keertje Bo te zijn. En dan is het voor Jaden ook leuk. Want die mag dan een keertje Bol zijn.
En je mag bol zijn omdat je als tweede bent gejoind. Of eigenlijk als eerste. Dus voor de rest, iedereen bol. Jaden God is dan... is bol. Als je geen bol hebt, zoek dan even een Krogger uit die een beetje vergelijkbaar is. Er is alleen geen andere Krogger waarmee je door bosjes kan kijken. Ja, trouwens wel. Tara met de gadget kan je door bosjes kijken. Je hebt Buzz met de gadget kan je door bosjes kijken. Dus als je geen bol hebt en misschien wel Tara of Buzz, kan je eventueel een van die kiezen. Ja, dan gaan we weer eventjes joinen. En dan gaan we iedereen slopen. En even binnen. Wanneer weer rank level 30? Ja, ik krijg super vaak de vraag. Push weer rank level 30. Wanneer weer rank level 30? Kunnen we binnenkort misschien wel weer een keertje doen. Alleen, ja. Ik weet niet zo goed of dat de moeite waard is. Het is natuurlijk wel leuk. Een rank level 30 pushen, maar het kost zoveel werk. Dat is echt niet normaal. Oké, weet je wat? Ik ga eventjes hier staan. Ah, dat is trouwens niet slim. Het is niet slim om ergens in een doolhofgebied te staan waar je niet weg zou kunnen gaan. We zijn hier met allemaal boos. Want als je namelijk in zo'n gebied zit... Oh, daar is de robot. Die gaat kistjes kapot maken. Ik zal hier even helpen om daar wat kistjes kapot te maken. En dan kan de boel ons eventueel sneller killen. Maar ik ga er nu niet verder naartoe. Want dat vind ik te risico voor een kovel. Ah, Jaden God is dood. Oké, dit is balen. Ah, dit is balen. Dit is balen. Want nu kunnen we eigenlijk al net zo goed opgeven. Ja, ja. Nu kunnen we niet. Weet je wat? Ik ga iedereen killen. Oké, ik ben nu even de zoeker. Ik heb nu redelijk wat krachtpunten. En jullie moeten je verstoppen. Dat is nu even het idee. Ik zou eventjes hier naar onderen. Oh, nou, in principe maakt niets van uit. Nou, in ieder geval, ik ga nu iedereen hier pakken. Ja, dus ik ga nu zoeken als bozijnde. En eens kijken of dat goed gaat lukken. Ja, ik heb geen idee. Ik heb hier iemand gevonden. Maar het gaat wat minder soepel dan net. Oké, kunnen we hier even kill maken. Gaat hij daar dood? Ja, hij gaat daar dood. Moet hier even oppassen voor die robot. En ondertussen zitten hier nog een paar. Kunnen even kijken of we jou kunnen hebben. Ja, die kunnen we hebben. Ik zal hier even overheen gaan, want met mijn snelheidsgear... loop ik daar toch overheen? Ja, met die speed en snelheidsgear. Je bent zo belachelijk snel. Dat is echt niet normaal. Maar dan hebben we toch nog een soort van verstoppertje. Omdat ik hier nog ben. We kunnen even die robot killen. Even die mijnen neerleggen. En ja, die is dood. Top. Dan gaan we eens kijken of ik met mijn energiedrankje iedereen kan pakken. En nu ben ik echt supersonisch sterk. Zit hier iemand? Johoho. Ik deed 3000 damage. Dat is echt niet normaal. Oh, daar zit iemand. En Tim zit hier zo. En dus kunnen we Tim nu hebben. Ja, die gaat dood door die robot. Dan moeten we even uitkijken. Ik zag dat daar iemand zat. En hier zit ook iemand. Oh, het is eigenlijk wel makkelijk een verstoppertje op deze manier. Ik zal hier even mijnen neergooien. Want die robot is knijtirritant. Oh, nu ga ik nog dood ook nog. Bijna in ieder geval. Waar zitten ze? Er is daar nog iemand. Ze zijn hier met z'n tweeën. Wie gaat uiteindelijk winnen? Ze gingen echt exact gelijk dood volgens mij. We kunnen even kijken bij gevechtslog wie uiteindelijk had gewonnen. Uiteindelijk had Skull Bullet gewonnen, want die is uiteindelijk tweede geworden. Maar mijn map is ingediend. Goed werk. Het is genoeg spelers en gepubliceerd kan worden. Ik ga meteen publiceren. Kan dat dan meteen? Ja, publiceren. Oké. Bow's Maze is gepubliceerd. Dus mocht je de volgende keer bij Solo Showdown map van de dag of kandidaat van de dag deze map tegenkomen... je weet dat die van mij is. Ja. Nee, ik laat het erbij voor deze stream. Ik bedank jullie voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk... ik zie jullie later, bazen.